Oh nee, shit. Pak niet wat ik dacht. Mevrouw Boos! Mevrouw Boos, hoort u mij? Maar die is... Word wakker! Die is dood, dat ziet het toch ook. Word wakker! Zoveel bloed. Kunnen we wakker worden? Zoveel bloed, wat? Maar die is toch wakker. Hey en welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. We zijn bij de deur beland. Die doe ik niet open. Eens proberen. Maar geen reactie. We staan hier onze tijd te verdoen. Dat vind ik ook. Misschien moeten we toch maar even binnenkijken. Er is niemand thuis. Maar nu wel. Volgens mij is dit niet helemaal legaal. Dat is waar, nu wel. Bel de politie. Dat vind ik ook. Dan de politie zegt hem dan nog. What the fuck? Nou, die Nathaniel Williams is nogal een religieus type. Het is een godsdienstwaanzinnige die op het einde van de wereld wacht. We hebben hem een tijdje geleden ondervraagd toen hij over de rooien ging in het park. Hij was aan het razen en tieren. Zei dat hij stemmen hoorde. Dat zieke brein van hem had bedacht dat ik de antichrist was en op aarde was gekomen om hem te vervolgen. Flink gestoord. Amai. Weet je, ziet dat taf, man. Die is dus echt bezig met dat geloof. Amai, mijn potten. Hij heeft zelfs nog tegen het plafond. In dat huis wil ik niet wonen, zo. Amai, mijn potten. Nou, ik dacht dat die in een boek ging pakken. Amai, allemaal kaarsen. Ik zie dat dat huis niet in de fik staat. Je moet een goede verzekering hebben, want anders ga je. Staat nog iets in de muur geschreven, ik kan lezen. Die doe niet open. Wat was dat dan? Badkamer. Amai, dit is veel medicijnen. Amai, dat wel van God? Het is toch zo bezig met het geloof. Amai. Zelfs op de wc, bro, op de wc staat een kaars. Amai, Jesus. Maar die bespaart wel meer licht. Je moet geen aan het dek betalen. Maar je moet ook zien dat dat huis niet in de fik staat. Kunnen we ook zelfs niet op mijn stoel gaan zitten. Jesus. Terug. Waar zit hij mee bezig? Die zijn we toch al geweest? Was het welke in de kast? Nog medicijnen. Die heeft een heel laboratorium. In de badkamer staan er ook. Amai. Maar die zitten toch wel eens in de badkamer en niet in de kast? Van eens. Slaapt hij hier of niet? Amai. Jezus. Dan kan hij niet slapen op zo'n kleine matras. En zo laag tegen de grond. Maar je kunt al... Oh, ik had niet stoot tegen het. Oei, shit. Maar dat is vervreten naar meneer als er iemand binnen staat. Goeie timing, Nathaniel. Naar jou waren we net op zoek. Engelen en dienaren van God beschermen ons. Ik ben agent Norman Jaden, FBI. Ik wil je graag een paar vragen stellen. Met God als mijn getuige, ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig. Rustig maar. Niemand beschuldigt je ergens van. Gewoon antwoord geven. Nathaniel, weet je nog waar je was afgelopen dinsdag om 4:30 's middags? Hier?
Ik was hier. Ik bad tot hem. De hele dag. Was er misschien iemand bij je? Nee. Nee, ik was alleen. Waarom al die kruisbeelden? Ben je soms ergens bang voor? Het uur is nabij. En de toorn Gods daalt neer op de mensheid. Ik bereid me voor op het einde van de wereld. Van mij. Waar werk je, Nathaniel? Heb je een baan? Mijn enige bezigheid is bidden tot de Almachtige Heer voor de verlossing der mensheid. Hoe zit het met de stemmen, Nathaniel? Hoor je ze nog steeds, die stemmen? We weten wie er praat, Nathaniel. Jij en ik weten wie dat is. Spreek. Even afwachten en bleek zijn gang laten gaan. Ik moet iets doen. Wat zegt hij tegen je, Nathaniel? Blake, wat ben je aan het doen? Kan ik niet vertellen. Mag je niet over praten? Ik moet Blake tegenhouden. Hij gaat nu te ver. Voor hem zoeken, dat is toch zo? Hij wil meer en meer. Laat hem met rust. Nee. Nee. Shit, Blake is compleet doorgedraaid. Ik moet er iets aan doen. Hij zei dat je dat toch moet gaan zoeken in het park. Man, je lijkt wel niet wijs. De stemmen treiteren je de hele nacht door. Waar is Blake naar op zoek? Waarom duwt hij hem over het randje? Ja, dat vraagt me ook af. Stop. Stop! Ik wil toch maar rond te draaien. Die gast is doodsbang voor Blake. Hij denkt echt dat hij de antichrist is of iets dergelijks. Nee! Nee! Stop! Stop! Je hebt ze vermoord, hè, Nathaniel? Ga je nou nog bekennen, klootzak? Ah. Jij bent de antichrist. Dat pistool weg, Nathaniel. Ik zit naar je vader in de hel. Hij is de zoon van Satan. Hij is op aarde om ons schiet, te vernietigen. Jacob. Verdomme! Schiet! Hij. Hoor hem. Tjew. Hij is dood. Schiet je door zijn kap. Ik denk dat ik ga lap. Dat schiet ik door zijn kap. Ik ga hem niet missen. Vijf. Kom op, we gaan. Daar zit hem bij God. Dat is een geloof. Ja, maar wel erg. Bleh. Shit, man. Oké. Okay. Allee. Verdomme. Dat is nog wat laat. Nee, ik denk dat ik door aan het slagen ben, ik ben niet zeker. Maar dat is zo, is dan komt de volgende week het vervolg, het voorstuk ervan. Als ik iets overgeslagen heb. Want die doos, wat er in dat pakket zit, zien we nu niet. Of misschien nu dat de volgende keer, dat kan ook. Nou, wat is hier nu? Is dat baby aan het kweven? Oh nee, shit. Geen antwoord en binnen haalt een baby. Geen veelbelovend begin. Ik zou binnen gaan. Maar ja, kan niet door, is dat. Ik kan niet moeilijk door het... Susan Bowles. De moeder van het meest recente slachtoffer van de origami killer. Misschien weet zij meer over hoe haar zoon is gestorven. De baby huilt en er reageert niemand. Dat ziet er niet goed uit. Even goed rondkijken. Er moet een andere manier zijn om binnen te komen. Even astmaloos en wat een te gek gevoel. Puffertje bij me voor het geval dat. Dat heb ik ook altijd bij me. Met de puffer. Je zit hetzelfde probleem als mij. Ik heb daar niet meer zoveel last van. Als jij, ja. Wat is dat voor rustig motto? Ik vind het cheap. Voor die trap hier is opgaan. Kunnen we hier binnen? Yes, we kunnen binnen. Oh nee, die baby die weet.
Ja, maar ik ga gewoon binnen. Stap, kom maar. Wanneer staat baby getroost? Nou, we zien wat dat hij meer tegen. En dat ligt op papier. Mevrouw Boos. Iemand thuis? Oh, wat staat hier dat niet? Jezus. Het is erbij, ik kan meer. Ik ga meer tegen zorgen voor mijn kind. Oké, dat klinkt. Ontverrust, onverrustig. Hallo, ik heb een kind. Ik denk wel dat je wel wat ik wil zeggen. Zie je mama zo? Dat klinkt verdacht, ik zal het zo zeggen. Even wachten, baby. Je moet eerst je moeder vinden. Hoe gaan we zoeken? Is hij daar opgedronken? Ik denk eerder, hè, dat hij gedronken had, dat hij haar roes aan het slapen is in een slaapkamer. Maar dan moet ik wel de slaapkamer vinden. Die brief, holy fuck. Ik hoop niet dat ze... Dat hoop ik ook. Kom op, ik moet het huis doorzoeken. Misschien is het nog niet te laat. Dat mag dus op het toch niet, want je hebt geen huiszoeking bevel. Kamer. Van de baby, ja, nee, dat moet er niet zijn. Ik denk dat dit de kamer is van de mama. Allee, terug. Mevrouw Boos, bent u thuis? Shit, die is vast. Ik kan niet open, denk ik. Allee, jongen, ga binnen. Kom aan, nog één. Je moet open gaan. Oh shit. Oh nee, shit. Pak niet wat ik dacht. Mevrouw Boos, hoort u mij? Maar die is. Word wakker! Die is dood, dat ziet het toch ook. Word wakker! Zoveel bloed. Kunnen wij wakker worden zonder bloedbad? Ah, die is toch wakker. Ik had niet verwacht. Bed. Ah, de slaapkamer van de mama. Dus ik het ook met dat bed hier. Ik ga een ambulance nee, bellen. Ik wil niet naar een ziekenhuis, alsjeblieft. Oké. Heb je hier iets om die wond mee te verbinden? Ja. Ik denk het wel. Goed, blijf liggen. Wat? Ik kom zo terug. Waar ligt dat? Ik denk in de badkamer. Er ligt vast verband in de badkamer. Dus kijk, ik ook. Pak dit. En dit. En dit. Ook beter. Omdat je dan in de badkamer meer bereikbaar is, want waar gaat het anders steken, zoiets? Nee, dat vraag ik me toch af. Ik ben er voor je, Soes. Oké. Het komt echt goed. Ik zorg ervoor. Ik snap niet dat hij nog leeft eigenlijk. Goed nog steeds. Maar dat hij. Niet perfect. Allee, ja. Blijf wakker, Susan. Susan, hoor je me? Susan, dat wakker blijven. Goed. Verloren. Kun je me horen? Blijf wakker. Oké, kom maar. Ja, ik zal wakker blijven. Ik moet gewoon een pakje kunnen opdoen. Oh. Zo, meer kan ik wel veel bloed verloren. Als omdat de wonden niet diep zijn. Alles oké? Een kindje. Een kindje is alleen. Juist. Jij blijft hier. Ik zorg voor de baby. Oké? Goedendag. Weet je wat je moet doen? Met een baby, bedoel ik. Ik ben een detective. Er is niets wat ik niet kan. Er is niets wat ze ik niet kan. Ze heet Emily! Stoever. Oké. Okay. Oké, dat is goed dat we het weten dat hij Emily noemt. Ik wil nog niet maar eens naar de baby gaan.
Ik was weer de naam even kwijt. Momentos. De eerste baby op zorgen. Ga maar. Precies op Bob. Oei, shit. Ik denk dat ik eerst even de handen ga lassen. Dan denk je de baby op de volk moet. Ik kwam als privé-detective binnen en... Hallo, Emily. Ging gemakkelijk eraf. En? Wat is er nou aan de hand, hè? Oh! Ik denk dat het nog nooit is. Als ik zo eens ruik, dan weet ik het eigenlijk al. Ik denk dat ik het al weet. Naar veilig pamper. Oké. Maar nu moet hij verversen. Hoe moet hij dat wel doen? Rustig. Schattig. Ja, dat gaat me ook af. Ik ga toch die moos van de kant op de vissen. Stinkt al helemaal. Dan begint het echt nog. Begint hem echt te lakken ook nog. Oh, help. Het is verkeerd om. Dat is gewoon schattig. Oké. Okay. Ik vind dat zo'n schiet gezicht. Ik begin opnieuw. Oh. Tadada, een schone baby. Opnieuw. Voelt een stuk beter. Toch, Emily? Hm? Hey, wat is er nou? We hadden het toch opgelost? Hey. Waarom huilt ze? Vraag het Susan. Zij weet vast wat je moet doen. Ik denk, hè, dat ze honger heeft. Ik moet het flesje vast opwarmen. Ja, of ga ik een ander kamertje slapen? Ik vind dat ze honger heeft. Natuurlijk. Nu weet ik waarom je huilt, kleine snoezeboes. Mama Shelby zal je helpen. Misschien heeft ze honger. Mama stelt me aan de help. Misschien heeft ze honger. Natuurlijk dat hij honger heeft. Kom. Kom, ik ben er niet. Die valt ze smaak. Zou die pap mij al niet... Dat weet ik, dat ze honger heeft. Misschien heeft ze honger. Het is wel rap opgewarmd, hè. Ik denk dat ik dat nu even op de dingen moest doen. Op hun arm, dat dat... Oh, Emily, heb je honger? Dat weet ik, dat zo'n minuut. Even wachten. Kom. Ik hou het flesje een beetje schuin. Kom aan het eten. Dat je niet verslikt, oké? Ik zal toch een goede papa zijn, denk ik. Maar die heeft het honger. Amai, die heeft dat helemaal opgedronken. Mensen moe, denk ik. Even ze slapen. Zo, zo, stop. Wat zou je nou goed zo, Emily. Amai. Ja, het voelt een stuk beter, toch? Annie. Ga je zachtjes wiegen, zodat je een lekker dutje. Voilà, oké. Die lacht gewoon. Je bent al plezant. Allee. Oh, vuur. Je slaapt al. Dat moesten we hebben. Dat was een eerlijke. En zo. Meer weet ik niet over moedertje spelen. Arm kleintje. Ze krijgt geen gemakkelijk leven. Oh.
denk ik ook niet. Dank je dat je voor Emily hebt gezocht. Gewoon, ze is naar die mama kijken. Ik wil haar niet alleen laten. Dat ik kom het gewoon niet meer aan. Dat is graag gedaan. Komt, omdat Jeremy er niet meer is. Het was zo'n lieve jongen. Ik zou niet waarop iemand een pijn wilde doen. Zorg je helemaal alleen voor deze baby? Woont Jeremy's vader dan niet meer hier in huis? Hij is verdwenen. Staan dat ook? De dag na Jeremy. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Misschien kon hij het niet aan. Hoi. Sindsdien zorg ik in mijn eentje voor Emily en dat kon ik gewoon niet meer. Ik begrijp het. Heeft je echt nooit iets gezegd voordat hij verdween? Heeft hij geen briefje achtergelaten? Nee. Hij vertrok zonder iets te zeggen en alleen dat mobieltje. Mobieltje? Ja, ik vond een mobieltje in zijn kast. Het is vast niet van hem. Ik heb het nog nooit gezien. Mobieltje. Ik wilde het aanzetten, maar dat lukte niet. Heb je het hier nog? Ja, het ligt in een la in de woonkamer. Je mag het van me hebben als je wilt. Je kunt het vast beter gebruiken dan ik. Heb je familie of vrienden die je kunnen helpen? Een la en een hond. Ja. Mijn moeder. Dat kan misschien wel van pas komen. Ik wilde er niet om hulp vragen. We zien elkaar niet vaak. Maar nu zal ik daar moeten. Nou, pas goed op jezelf. En op hem. Doe ik. Dat beloof ik. In een la in de woonkamer. Dat heeft Susan gezegd. Oké. Okay. Zo, nice. Een la in de woonkamer. Dit is de woonkamer, maar nu die la. Ik denk aan een tv. Oftewel. Ik denk die la. Denk je wat is la? Ja, trek wie gewoon. Veel geluk, Emily. Zo goed voor je mama. Dat is best wel. Oké. Toen is die. Ja, kunnen die niet dicht doen, hè? Ik vind het geld niet. Ik mag het wel doen. Ik ben eigenlijk juist op tijd. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende schiet of horror game. Dag!